Gamzon Air heeft een aantal van de bands die dit jaar bij hun in het programma hebben opgetreden, opgetrommeld om een live optreden te verzorgen in de Wunderbar. Ze dompelden het om in Campus on Stage. Wij gaan kijken of er een beetje lekkere muziek is en of er een goede vibe hangt. So you say everything is gonna be alright now, but how do you really know? Tot nu toe van de avond. Leuk. Heel erg leuk. Ja? Ja, ik vond het vooral de band van daarnet vond ik echt super. Lekker met de banjo en zo, daar hou ik wel van. En een gezellige sfeer, het is lekker druk, veel mensen. En ik vind de muziek super leuk. En wat vinden we er tot nu toe van? Ja, ik ben er pas net. I got a damn tour in the stress on my left. Gotta handle the finesse and no stress would be best. Yeah, unless it's all just for the best. In which case I'll replace baby girl with the next child. I never gave up on you, you never gave up on me. But time turned tricks and did no favors to we. Nou, hoe ging het? Ja, goed. Ik ben zwaar tevreden. Ja? Ja. Voor de eerste keer in volledige bandformatie. En meteen goed geknald. Ik ben er blij mee. Hey, wat vind je ervan vanavond? Ik vind het wel tof. Ik ben in per toeval terechtgekomen. En ik dacht eigenlijk, het is weer zo'n verenigingsavond. Want ik zit met bandjes die er eigenlijk niet zo heel veel kunnen. Maar ik zit net naar de bassist en de leadgitaar te kijken. En die waren net echt heel goed aan het spelen. Echt heel goed. Wat vind je ervan vanavond? Ja, echt superleuk. Echt heel goed geslaagd. En waarom ben je hier? Ben je voor speciaal voor een bepaald bandje? Of? Nou, eigenlijk Luc en Daan zijn even mijn beste vrienden. In ieder geval sowieso Luc. Ja, en Daan ken ik gewoon heel goed. Dus een beetje steun moet je natuurlijk een beetje betuigen. Ik zit hier tussen de twee lelijke versies van Gerard Ekdom en Giel Beelen. Nou. Ja, Daan en Luc van Campus on Air. Jongens, hoe is jullie eerste jaar Campus on Air? Hoe is het bevallen? Ah, het is nog niet afgelopen, hè? Ja, kom op. Ah, het is heel goed bevallen. Ja. En hoe zit mijn schoot? Zit het een beetje lekker? Wat zeg je? Zit je een beetje comfortabel? Ik zit heel comfortabel. Het lijkt wel alsof je heel blij bent dat ik op je schoot zit, of niet? Want steekt dat in mijn onderrug, dat is niet normaal. Nee, dat is mijn zender. Oh, dat is je zender. Jongens, geniet ervan. Ga lekker zweten in die kutpakken bij jullie. In die kutpakken. Ja, ik ga even mijn kostuum uittrekken. Ja.